Ja, de baan is vrij, de heren Baan. Dus kom je in. En dan graag de Keverklasse ook overrijden naar de voorstand. Kom op, joh. Keverklasse 1600 centimeter overrijden naar de voorstand. En hier is de eerste van de derde serie Stammerklasse. Ja, hier is de baan. Ja, dat is de 512. Die zie je daar onder die derde. En hier is vijf mensen zitten heel dicht bij elkaar. En dan zijn we de 5880. Wacht even. Oh, echt een zin, Rick? Echt? Ja, twee staan er in de stil. Er zijn natuurlijk niet volle komen. Dat is jammer, maar het wordt wel eens over. 8870. En dan is het helemaal stil. Hij is groot stil. Af de leiding. Wij voeren 58, dan gaat die jong loop, hij is blijven rijden. Wij komen in achterin van Stefan Kamer, die wil. En deze mensen van Stefan Kamer, die hebben ze in de zin. Dat is Jan Douwe-Geenstra, die is verbrand om naar voren te komen. Dat zit hier bij elkaar, de eerste en de tweede bal. Dat gaat natuurlijk van Stefan Kamer, om hier in de tweede positie. Die is de derde van de maar aan de overkant van de baan. Daar komt er wat Rasmus. 8-8-8-8. En de baan staat. Dat is aan de leiding. De 512. Of die echt goed is. Ja, dat is niet. Ja, dat is niet. Die bracht in. En dan als die straks weer bij. Dit is het komen. Dan is het goed. 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 Ja, dat is een beetje een beetje een beetje het kan de Sjöpel komen voor de eerste man. Maar dat is niet helemaal gestorven. De tweede met 550 van Jan Douwe-Geenstra. De 500 van Jan Douwe-Geenstra. De 519 van Sjöpel komen. De 552 van Johan Kruijenga uit Maren. Dan de 558 van Stokvinder. En dan de jongloop. De 548 van Steven Haringa bij de Jong. En de 508 van onze grote vriend. Deze coureurs moeten ze allemaal terug hebben. En de mensen met de tractoren die komen vandaag terug.